Timo, had je haast of had je gewoon een superdag? Nee, ik denk dat ik heel goed begon. Ik zat er meteen bovenop. En hij laat me spelen en op een gegeven moment was ik al redelijk los. Redelijk los, 37 minuten, klus geklaard. Heb je het ooit sneller gedaan? Nee, vast wel een keer, maar lekker dit, snel klaar. Morgen een dagje rust en dan vrijdag aan de bak. Voel je zoiets als dit nou aankomen? Dat je gewoon op een gegeven moment zie je die bal zo groot. Is dit wat de zone heet? Op een gegeven moment is de druk eraf. Je ziet het hij niet meer geloven. Ik krijg mijn service niet terug en hij laat me eigenlijk gewoon alleen maar tennissen. Ja, en op een gegeven moment is de spanning er wel af en dan ga ik wel los. Ga je los en dan ga je bijvoorbeeld ook een enkelhandige backhand winnen slaan? Ja, hij begint onderhand te serveren, dan moet ik er wel wat tegenover zetten. Die enkelhandige backhand, is dat iets wat je vroeger misschien ooit hebt overwogen? Nee, misschien, ik weet niet, misschien had ik het moeten doen, maar nee, het zit goed. Laat ze het niet veel doen en prima zo.